CBN Prime Alert van maandag 10 augustus 2015. Uw aandacht voor de headlines. Regeerakkoord ondertekend door NDP, Doe en BEP. Waterberg, NDP, Doe en BEP denken gelijk gericht. Breeveld, het was geen take it or leave it deal. Man doodgestoken te Bernadorp. Palu tekent geen regeringsakkoord, maar wel in coalitie. Sapoen, geen regeerakkoord, maar wel volledige ondersteuning. Somoharjo mishandelt Ralim. Registratie, centrale inschrijving afgerond. En politieauto betrokken bij aanrijding. Vandaag, 10 augustus, is een belangrijk moment geweest in de geschiedenis van Suriname. De NDP, voorgezeten door NDP-voorzitter Desi Bouterse, Doe-voorzitter de heer Karel Breeveld en BEP-voorzitter de heer Celsius Waterberg, die hebben vandaag het regeringsakkoord ondertekend te Sana Budaya. We voeren u naar het moment van de ondertekening van het regeringsakkoord, gevolgd door de speech van de president. Hip, 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 hip. Leve de Republiek Suriname. Leve de president. Leve de NDP. Leve Doe. Leve de Surinaamse natie. Op een welvarend Surinaamse natie. En leve de BEP. BEP, structuren van de NDP. Dames en heren van de pers. Ook van mijn zijde van harte welkom op, voor de derde keer wat vandaag gezegd, de historische dag. En de vraag is natuurlijk, wat is er zo historisch aan deze dag? De coördinator van wat we noemen de scribenten, zij die het regeerakkoord hebben samengesteld, heeft deze dag aangegeven als historisch. De voorzitters hebben gesproken over deze boeken historisch. Het is het simpele feit dat wij in Suriname weten dat er een aantal zaken gebeuren, maar we durven het niet aan te pakken. We weten het en we stoppen ons hoofd in de grond als struisvogels en vaak door de politiek gegeven, durven we een aantal zaken niet te doen. En ik ben de voorzienigheid dat hij me kracht mag geven, dat hij me gezondheid mag geven, dat hij me tijd kan geven, nu ik een paar mensen gevonden heb die gezamenlijk dit land daadwerkelijk op spoor willen zetten. We hebben het al duizenden keren bezongen. Was op Peter Takomoko, die moest die konderen boom. Dat is allemaal lippendienst geweest. En we gaan de totale gemeenschap vragen. Daarom ben ik blij met de woorden van de voorzitter van de BEP, waarbij hij niet alleen maar ons Surinaams volk bedankt, maar feliciteert.
maar dat hij, dat wij samen met het volk en we de demonstratie geven door alle sociale maatschappelijke beperkingen of het nou jongeren, vrouwen, bedrijfsleven, bankiers, politieke partijen. En ik denk dat het juist historisch is dat wij oppositie ook mede gevraagd hebben omdat zij Surinamers zijn, omdat zij mensen achter zich hebben die ook vertrouwen in hun stellen, om hun bijdrage te leveren om samen dit land op spoor te zetten waardoor onze kinderen na ons komen het makkelijk kunnen hebben. We hebben hen niet gevraagd voor politieke verantwoordelijkheid. We hebben hen gevraagd voor hun technische inzichten met betrekking tot nationale vraagstukken. Met betrekking tot nationale issues die we verschuiven, opschuiven, onder de mat vegen. En ze moesten nog man naar koning. En samen denk ik, met de ondersteuning van Surinams volk, met een grote ondersteuning van de coalitiepartners, met de inzichten gegeven door de sociaal-maatschappelijke groeperingen en met de kracht van de Allerhoogste, wie voor Zeta konden is boom. En mijn actie is maar voor pers. Omdat dit ook zal gepaard moeten gaan met een stukje awareness. Dat zij daaraan helpen invullen geven. Zij zijn ogen en oren van dit volk, zoals vaak populair gezegd wordt. Dus dat zij ook een bijdrage zullen moeten leveren tot een stuk bewustwording met dit historisch moment om daadwerkelijk te helpen dit land op spoor te brengen. Laat God onze leidsman zijn. Laten we vertrouwen hebben in elkaar. Laten we vertrouwen hebben in dit mooie land. En laten we beginnen weer iets moois van te maken met Ewo Grataje. De BEP van de heer Celsius Waterberg, die heeft vandaag het regeringsakkoord ondertekend. We vroegen hem wat dit allemaal voor de BEP betekent, maar ook met name dat zij het ministerie van de regionale ontwikkeling toebedeeld hebben gehad. We voeren u naar het vraaggesprek met de heer Celsius Waterberg. Ja, heer Celsius Waterberg, BEP-voorzitter, mag ik u feliciteren met deze dag? Dank u en ik feliciteer u ook en de samenleving met deze dag. Ja. Wat is voor de BEP doorslaggevend geweest om het besluit te nemen, het regeringsakkoord te ondertekenen, maar ook deel uit te maken van deze regering? Ik denk dat doorslaggevend is geweest het feit dat eerste plaats, als je in een verkiezing gaat, ga je in een verkiezing om bepaalde zaken te realiseren. En die zaken zijn opgenomen in onze regeerprogramma. Na de verkiezingen heeft de NDP belangstelling getoond, ondanks het feit dat zij die 26 zetels hebben gehaald. De meerderheid van de zetels in de DNA hebben ze belangstelling getoond om ons ook erbij te halen. We hebben de programma's naast elkaar gelegd van hun en van ons. En het blijkt dat het grotendeels overeenkomt. En ik denk dat dat doorslaggevend is om te zeggen, ja, we kunnen samenwerken. Eenmaal de visies gelijkgericht zijn, kunnen we samenwerken. En vandaar. En onze mensen hebben ook geparticipeerd in het schrijven van het regeerakkoord. En ik denk dat het een goed regeerakkoord is. Zegt u dat de BEP politiek wijzer is geworden nu? Zo. Natuurlijk, je kan zeggen, ja, met de tijd word je wijzer. Dat is bij iedereen, denk ik, als je een beetje op leeftijd komt dat je wijzer wordt. Maar waarom zouden we politiek niet wijs zijn geweest in 2010? Nee, daarom zeg ik wijzer. Oké, okay. Maar in ieder geval, wat dat betreft, ik denk misschien politiek rijper zijn geweest. Waardoor we zaken nuchter en niet te emotioneel kunnen bekijken. Ja, dit is geen emotioneel besluit? Het is geen emotioneel besluit, nee. Zakelijk? Ik denk dat het een besluit is voor Suriname. Als we het zo kunnen benoemen, want als we termen als zakelijk en emotioneel en dat soort van zaken geven, dan
dan weet men niet van welke kant het zakelijk is en van welke kant het emotionele. Maar in ieder geval, het is voor de vooruitgang van dit land en het realiseren, helpen realiseren van zaken welke wij hebben opgenomen in onze verkiezingsprogramma. Ja. We begrijpen dat jullie het ministerie van regionale ontwikkeling kregen toebedeeld. Blijft het alleen daarbij? Wat ik ook al in de media heb aangegeven is dat binnen deze coalitie er besluit is genomen dat het ministerie geen partij aangelegenheid is. Ministerie zijn van de coalitie. Dus BEP die mag, heeft ook een bijdrage bij alle andere 16 ministeries. Dus niet alleen bij RO. Wij hebben natuurlijk het voorrecht om de trekker daar te plaatsen, de minister. En dat zullen we gaan doen met een persoon welke wij eigenlijk, wij hebben het vertrouwen dat die persoon dat werk op, met kennis, kunde en karakter kan uitvoeren. En zorgen dat het beleid daar goed getrokken wordt. Opdat alle regio's van dit land die ontwikkeling krijgt, dat noodzakelijk is. Ja. Hadden jullie een andere ministerie gewild? Dat moet ik zeggen, dus ik heb het ook al eerder gezegd. We hebben mensen, capabele mensen genoeg om alle ministerie in dit land te runnen. Dus wat dat betreft, we hebben voor ons, daarom zeiden we, hebben geen eisen. Dus welk ministerie maar komt, kunnen wij runnen. We hebben die mensen in huis. Ja, nee, want in de gemeenschap bestaat de indruk alsof het eerst teken tot lief is. Nee. Ik denk dat natuurlijk de NDP, die formeerde regering. En zij kennen misschien ook de sterke en zwakke punten van de verschillende partijen en van hun ook, denk ik. En met zo'n kennis en natuurlijk de beschikbare plekken, omdat natuurlijk iedereen natuurlijk zoveel mogelijk zou willen hebben, als je het zo zou zeggen. Maar in ieder geval, zij hebben gemeen om ons erbij te betrekken en ons te vertrouwen met de trekkersrol bij RO. Wie wordt de RO-minister? Laten we dat 12 augustus aangeven. Maar, en de president eigenlijk het voorrecht geven om dat bekend te maken. Ja, maar wel iemand waar BEP helemaal achter staat? Natuurlijk. Zeker een groot deel van BEP staat achter de persoon. Omdat natuurlijk, zoals u weet, hebben we kandidaten, of meerdere kandidaten, en alle kandidaten hebben hun mensen binnen de partij die hun ondersteunen. En natuurlijk zullen, wat dat betreft, en het is ook niet vreemd, zal je ontevreden hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat we zullen kiezen voor samenwerken binnen de partij en samen de minister ondersteunen om zijn werk te doen. Wat is prioriteit zodra men dan de scepter zwaait over RO? Ik denk prioriteit is natuurlijk, je gaat eerst moeten evalueren wat je overneemt. En kijken waar zaken direct gecorrigeerd moeten worden. En nadat je dat hebt, dan ga je nu wat we hebben geaccordeerd, ga je aanwerken. En natuurlijk, er komt ook een programma voor met timeschedule voor het komende jaar. En voor de 5 jaar ook een ontwikkelingsprogramma. Ja. U kent de zweepslagen van het minister zijn. Waarom heeft u zichzelf niet kandidaat gesteld? Ja, want dat hoor je ook vaak, hè, in de pers, dat de voorzitter kijkt naar zichzelf eerst. Nee, ik denk niet dat dat gezond is. Ik denk dat het gezonder is om te kijken als er een bepaald job te doen is, wie de beste persoon is. Dank u wel, heer Waterberg, voor dit moment. Dank u. Ook de doel van de heer Karel Breveld heeft vandaag het regeringsakkoord ondertekend samen met de BEP en de Nationale Democratische Partij. Wij van TBN Prime Alert hadden een vraaggesprek met doelvoorzitter, de heer Karel Breveld, en vroegen aan hem wat dit allemaal voor de doel betekent, maar ook wat het betekent om nu toch wel het beheer over het ministerie van natuurlijke hulpbronnen te krijgen. En dit is wat de heer Karel Breveld allemaal te zeggen had. Heer Karel Breveld, DNA-lid, tevens doelvoorzitter. Mag ik u feliciteren met de dag van vandaag? Ja, dank u wel. We zijn toegetreden tot het regeerakkoord. En we hebben daar onze handtekening onder geplaatst. En ik moet zeggen, bewust, omdat wij vinden dat wij hierin een bijdrage kunnen leveren. Op welke wijze? We hebben met name deskundigheid kunnen wij inkomen. We hebben tegelijkertijd ook menskracht die in staat is om de zaak te
tillen, die de know-how hebben. We hebben tegelijkertijd ook een goede achterban van mensen die achter ons staan en zeggen, moreel staan we achter jullie en als onze krachten nodig zijn, zijn we beschikbaar. Dus we voelen ons gedragen en we zullen daar op grond daarvan dan ook de stappen nemen. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dat is inderdaad wat uit de onderhandelingen is gekomen. En we hebben ons daarop ook we spelen ook daarop in. Omdat we zeggen van het is een belangrijk ministerie, een ontwikkelingsministerie. Een ministerie waar de hulpbronnen onder vallen. Je praat over de grootste inkomsten van Suriname komen vanuit de gebieden die vallen onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Goud, olie, bauxiet, maar ook andere mineralen. De bossen, denk aan ook de energiesector, de waterbeheersing, watermanagement. Komt allemaal, valt allemaal onder dit ministerie. En het is daarom van belang dat wij het vooral ook zien als een ontwikkelingsministerie. Een ministerie dat inderdaad ook stappen voorwaarts zal maken. En belangrijk ministerie als het gaat om overeenkomsten met hele grote multinationals. We hebben de beleidsnota's gelezen van de regering waarbij meneer Rusland minister was en ook waarin minister Hock minister was. En we merken dat er een aantal zaken aan de orde zijn gekomen daarin die nog altijd gerealiseerd moeten worden. En we hopen dat in deze regeringsperiode wij sommige van die zaken die niet gerealiseerd zijn geworden in die periode door ons wel gerealiseerd kunnen worden. Ja, we komen zo meteen daarop, heer Breveld. Maar was het een teken tot liefdedeal? Nee, dat was het niet, want wij hadden natuurlijk alle ruimte om door te praten en te onderhandelen. En wij hebben dus op grond daarvan gezegd van nee, dit is toch een deal waar wij mee kunnen leven. We hebben het vervolgens voorgelegd aan ons kader, aan de mensen van het congres, dus de algemene ledenvergadering. En die hebben dus instemmend gereageerd op dat voorstel. En ja, vandaar dat we het hebben. Ja, de Surinaamse economie dobbert op onze natuurlijke hulpbronnen. De prijzen internationaal liggen nu wat laag. Dus vandaar dat we nu ook in een financieel-economische dip zijn. Gaat daarom, denk u, dat alle ogen vooral nu gericht zullen zijn op NH? Nee, ik denk dat alle ogen niet op NH gericht moeten zijn, maar op de regering. Want uiteindelijk gaat het om een beleid wat je gezamenlijk moet uitvoeren. En NH heeft natuurlijk een aantal specifieke dingen die inderdaad verband houden met de commodities waarvan de prijzen internationaal gedropt zijn. Maar het geeft ons ook mooie gelegenheden, mooie kansen. En ik kijk altijd naar uitdagingen en kansen, allebei. Omdat uitdagingen er zijn en je moet, vind ik, wijs handelen om vooral te kijken wat kun je uit die uitdagingen, wat kun je doen om in die situatie van de uitdagingen de kansen te grijpen. En bijvoorbeeld, als we praten over de energiesector, kunnen we zuiniger gaan? Kunnen we op een verstandiger manier omgaan met water, met elektriciteit? Kunnen we een model gaan ontwikkelen waarbij het trekken van stroom door gewone lampen in plaats van LED-lampen te gebruiken, enzovoort, enzovoort. Dat soort van zaken. Dus ik zeg, het is ook een kans. Hè? Dus de uitdaging is er inderdaad, maar die kansen die moeten we ook benutten. En daar moeten we dus heel serieus voor gaan. Ja, komt dan, dat gezegd hebben, dan komt EBS dan onder een operatietafel of onder een vergrootglas? Nou, ik denk dat alles wat bij het ministerie hoort, geïnventariseerd moet worden. En je kunt natuurlijk zeggen vergrootglas of een ander term gebruiken. Maar het gaat er in ieder geval om dat als je op een ministerie komt, dat je je uiteindelijk eerst oriënteert. Je moet weten wat er is. Je maakt eerst kennis natuurlijk. En dan oriënteer je. En dan ga je inventariseren. En vanuit die inventarisatie wordt het duidelijk welk beleid gevoerd mag worden. En waar er zaken zijn die niet correct zijn, dan zul je daar ook maatregelen op moeten nemen, zodat de dingen correct gaan. Want wij hebben als doel altijd gezegd, do the right thing. Dat was ook onze verkiezingsslogan. En dat is wat wij ook voortzetten in dit beleid. De geruchtenmachine, die deed al geruime tijd de ronde, dat doel waarschijnlijk het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zou krijgen. Was dat zo en is er daar iets misgegaan? Nee, er is niets misgegaan. Je bent in een onderhandeling en wij hadden twee ministeries op het oog. Het was Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur en het ministerie Welzijn, Werkgelegenheid en Gezin. Dat is een combinatieministerie wat is voorgesteld in de onderhandelingen tussen Sociale Zaken en Arbeid. Mm-hmm. En goed,
moment in het onderhandelen zijn er een aantal spelers. En met die spelers probeer je natuurlijk te kijken wat het beste is. En je houdt rekening met voorkeuren. Maar er zijn toch andere elementen die spelen, waarbij je uiteindelijk na onderhandelen tot de conclusie komt dat het toch anders in elkaar zit en dat je toch liever dit kan nemen. Of tenminste op dit ministerie je een rol van betekenis kan vervullen. En zo is het uiteindelijk NH geworden. En wij zien het aan de ene kant niet als een verlies, maar we zien het als winst erbij. Omdat dit ook een nieuwe mogelijkheid geeft voor Doe om zich te profileren. Een taakgebied waarin wat deskundigheid in de partij aanwezig is en waar de deskundigheid ontbreekt, dan zullen we die ook aan huren of inbrengen of aanvragen, zodat op die manier er tenminste goed werk gedaan kan worden. Omdat wij zeggen, als je iets doet, moet je het goed doen. Waar je ook zit. Of je nou op school zit, op straat, politieagent bent in het verkeer, op ministerie A of B. Doe wat je doet, goed. Dat heb ik altijd aan mijn kinderen gezegd. En daar zijn ze mee opgegroeid. En als je iets doet, doe het goed. Waardoor ik eigenlijk niet eens iets hoef te zeggen. Niet meer hoef te zeggen dan alleen als. Dan weten ze al precies wat volgt. Suriname kent een traditie, of de Surinaamse politieke partijen kennen een traditie. Waar de partijvoorzitters vaak gaan voor de hoge posten. Breekt u met de traditie? Ik vind dat in de Nationale Assemblée ik op een hele hoge post zit. Mm-hmm. En laten we dat duidelijk maken. En mensen hebben een vertekend beeld wanneer men denkt dat ministers belangrijker zouden zijn dan parlementariërs. Integendeel, het parlement kiest de president. Het parlement kiest de vicepresident. Het parlement controleert de regering. Het parlement zorgt dat de wetten uiteindelijk worden aangenomen. En in mijn optiek is het parlement even belangrijk als een ministerspost. Maar ik begrijp wat mensen bedoelen. En mensen kijken meestal naar de glamour rondom een ministerschap. Ja, ja. Van de bewaking en de auto's en het gevolg en de kolonnen. En dat spreekt tot mensen hun verbeelding. Maar dat wil echt niet zeggen hoor, dat een ministerschap belangrijker zou zijn. En ik denk dat ik waar ik ben uitstekend werk heb geleverd. En opnieuw ook uitstekend werk zal leveren met alle krachten die God me geeft. Heeft om het te kunnen doen. En ik vind het prima waar ik zit op dit moment. Ja, wie heeft u dan geleverd als, of aangeleverd als NH-minister? Ja, dus ik had graag deze vraag willen beantwoorden na woensdag of op dinsdag. Mm-hmm. Nadat er al een antecedentenonderzoek is geweest. Maar u weet dat helaas dingen uitlekken. En dat is jammer, want we hadden daar toch absolute discretie op willen bewaren. We vinden het namelijk niet correct, hè, dat iemand zijn naam genoemd wordt terwijl er nog een antecedentenonderzoek moet plaatsvinden. Wiens naam wordt dan genoemd? Nee, want ik wil het even uitleggen. Want stel dat er iets mis zou zijn. Dan is dat schade voor die persoon, schade voor het gezin, schade voor de partij, schade voor het land. Weet je, en ik vind daar moeten mensen wel rekening mee houden. Maar goed, nu het al genoemd is, dan wil ik het wel bevestigen dat de voordracht van Doe is Regilio Dotson. Okay. Hij is econoom, hij is planeconoom, hij heeft aan de Universiteit van Suriname gestudeerd. Hij heeft ook nog later een postgraduate Master of Business Administration gehaald bij het IGSR. Hij is superintendent bij Staatsolie. En hij is gewoon een man met veel inzicht en kennis en de competenties om deze taak te verrichten. Dus als na de PG zijn onderzoek, nadat PG zijn onderzoek gedaan heeft, dan zullen we hem van harte ondersteunen als de nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Mag ik u voor dit moment heel hartelijk dank zeggen, heer Breveld. Ik ben blij dat we aan het einde zijn gekomen van dit gesprek. Bedankt. In de wijk Bernardorp, te Mungo, heeft zich gisteravond een drama voltrokken waarbij een man het leven heeft gelaten. Rond 23.15 uur was de man bij zijn vrouw die etenswaar verkoopt. Hij sprak een vaste klant aan van zijn vrouw. De man, het latere slachtoffer dus, vond dat er mogelijk meer in het spel was. Er ontstond een heftige woordenwisseling. De klant nam de benen, achterna gezeten door het latere slachtoffer. Op een gegeven moment, dicht bij het voertuig van de klant, bracht hij het slachtoffer enkele fatale messteken toe. Het slachtoffer zeeg neer en gaf binnen enkele minuten de geest. De verdachte die dit opmerkte, vluchtte weg. Kort hierna heeft hij zich aangemeld bij de politie en is hangend het onderzoek aangehouden. Opvallend is dat het voertuig van de verdachte
kort na het drama in brand is gestoken. De Palu die kreeg van de regering of kreeg uit de gesprekken het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En u weet het, het ministerie zit al bij het ministerie van Palu, heeft het ministerie van Natuurlijke, Palu heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En zij kregen daarvoor in de plaats het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat heeft voor een breuk gezorgd. Palu die zal geen deel meer uitmaken van de regering, maar zal de coalitie wel ondersteunen. Wij hadden een vraaggesprek met Henk Ramdendendal, die toch wel aanwezig was, om dit toch ook wel nader uit te leggen aan die gemeenschap, wat dit precies allemaal inhoudt. En dit is wat de heer Ramdendendal te zeggen had. Heer Henk Ramdendendal, de president zegt dat de Palu deel uitmaakt van de coalitie, maar we merken dat jullie niet achter tafel hebben gezeten om een regeringsakkoord te tekenen. Hoe moeten we dat vertalen? Nou, de Palu, u kent de Palu in Minnesaal. We hebben altijd van die vernieuwende gedachtegangen. En er zijn sommige momenten dat men ons niet begrijpt. Maar achteraf blijkt dus dat het inderdaad vernieuwende gedachtegangen zijn te zijn geweest. Wat goed is geweest voor de ontwikkeling van dit land. Toen we de Palu in 1977 oprichtten en zeiden dus dat de Palu een multi-etnische partij was. In een politieke constellatie die alleen maar bestond uit etnische politieke partijen, toen begreep men ons ook niet. Vandaag de dag zien we dus dat geen enkele politieke partij durft te zeggen dat het een etnische politieke partij zijn. Toen we in 1980, in het begin van de revolutie, de gedachtegang inbrachten van geloof in eigen kunnen, dan was dat in een periode, in een tijd, waar we naar Nederland keken en Nederland, de Nederlandse regeerders bijna als God zagen in Suriname. Vandaag de dag zie je dus dat die gedachtegang volledig is overgenomen door politiek Suriname. Ook als voorbeeld te noemen het jaar 2000 toen we met de eenmansfractie in het parlement kwamen waar we zeiden van we willen een progressief standpunt innemen in het parlement. Waar we nog bij de coalitie, nog bij de oppositie behoorden. En wat waren we toen in die tijd van 2000 naar 2005 positieve zaken hebben ondersteund. Tot ergernis van de toenmalige oppositie, de NDP. Maar ook zaken hebben bekritiseerd die niet goed waren voor dit land en dit volk. Tot ergernis van de toenmalige frontcoalitie. En vandaar de dag zie je dus dat andere politieke partijen, de VHP en de DOE, dat ze dat constructief opstelling zullen innemen in het parlement. Wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt van wat we toen in 2000 hadden gedaan. En nu, noem het maar, geef dat beestje maar een naam, een gedoogbeleid of weet ik veel wat voor een opstelling die we nu innemen. We zitten in de coalitie omdat we vinden dat in aanval het volksgericht deel van het beleid van de afgelopen 5 jaar, dat het voortgezet moet worden. Dus we zitten in de coalitie, alleen we hebben graag een meer fundamentele benadering in die ontwikkeling van dit land, waarbij we willen dat die samenleving die nog steeds te veel het koloniale in zich meedraagt, allerlei koloniale hebben in zich meedraagt, dat we die nog steeds moeten omvormen fundamenteel naar die belangen van het volk. Dat we voor wat dat betreft een veel fundamentelere inbreng hebben. En dus ook zo, als we gaan participeren in een mogelijke coalitie, ook zo graag erbij betrokken willen worden. Waarom spreekt het ministerie van Onderwijs jullie niet aan? Dus op de eerste plaats begrijpen we niet waarom het ons is aangeboden. Dus ik denk dat het goed is om in aanval als eerste die vraag beantwoord te krijgen. Voordat we kunnen ingaan op of we moeten nemen of niet. Waar gaan we met dit land naartoe? Dat is waar ik net over sprak. We hebben behoefte aan een veel meer fundamentelere inbreng. Ik hoorde vanmorgen in het nieuws dat de VP-elect, de huidige minister van Onderwijs, dat die zegt dat er van alles is een oplossing voor bedacht. Alles is al op rails gezet. De nieuwe minister, die zou eigenlijk alleen maar die trein moeten besturen. Ik denk dus dat voor wat het betreft we als Palu een veel meer fundamentelere inbreng willen hebben in die coalitie als we gaan participeren in een mogelijke coalitie. We hebben meer een behoefte aan, als we die maatregelen nemen die kennelijk het volk pijn gaan doen,
De inkomsten verhogende maatregelen, uitgaven beperkende maatregelen. Dat we behoefte hebben aan een veel meer fundamentele discussie. Hoe willen we die samenleving inrichten? Je merkt het ook in de discussies zoals in het platform is gevoerd. Dat is een deel wat dan in het pers is uitgekomen. Het bedrijfsleven, de vakbeweging, die hebben het ook, als ze betrokken willen worden in het beleid, behoefte aan een veel meer fundamentele discussie. Hoe gaan we dit land inrichten met betrekking tot de stimulering van het bedrijfsleven? Hoe gaan we de meer duurzame sectoren tot ontwikkeling brengen, zoals toerisme, agrarische sector en de dienstensector? Hoe gaan we meer stimuleren dat onze agrarische productie, dat die wordt verwerkt door de agrarische industrie? Hoe gaan we meer werkgelegenheid creëren voor deze samenleving? Alle soort zaken zullen we, voordat we gaan naar toebedelen van ministeries en dat soort zaken, zullen eerst gevoerd moeten worden in een mogelijke coalitie, voordat je die stappen neemt. Dus voor wat ons betreft, we hebben een heel succesvol beleid gehad van de afgelopen 5 jaar. De PALU heeft daar een hele belangrijke inbreng in gehad. Natuurlijk hebben we zo onze kritieken gehad van waar het beter zou kunnen. We hebben zelfs in het parlement hebben een wet voorgesteld vanuit de regering tegengehouden. We hebben op diverse momenten van de begrotingsbehandeling hebben we ook kritiek gehad op de wijze waarop de Surinaamse overheid haar financiële huishouding voert. En we vinden dus als we weer gaan in een nieuwe coalitie, zeker met de partner waarmee we al 5 jaar hebben samengewerkt, dat we eerst zouden moeten kijken naar die fundamentele zaken voordat we zouden gaan naar invulling van ministeries en invulling geven aan die ministeries, aan de ministersposten. En dat is naar onze mening onvoldoende geweest. Zegt u dat de kracht van PALU wordt miskend? Wat wij zeggen in aanval, ik weet niet of het wordt miskend, dat is, moet u dan aan de president vragen. Wij willen in aanval een meer fundamentele inbreng hebben in een eventueel te vormen coalitie. Als dat niet mogelijk is, we gaan ondersteunen. We gaan de komende periode ondersteunen, want het is niet wij die het uitmaken, het beleid uitmaken. Het is dus de NDP. De NDP heeft 26 zetels, het volk heeft zich, uitgesproken. Wij verwachten een voortzetting, maar indien noodzakelijk gaan we zaken bekritiseren en kritisch begeleiden. Dat zou ik net vragen. Zal NH nu kritisch gevolgd worden? Alle andere zaken? Niet alleen NH, de totale regering zal kritisch gevolgd worden. Duidelijk, heer Amdendela. Dank u wel voor dit moment. Ja, graag gedaan. Van de president begrepen wij vandaag dat voor wat de vernieuwingsbeweging Percheir Lohoer, en dat is dan de groep Raymond Sapoen en Cheaten, wel deel uit zullen maken van de coalitie, maar omdat zij deel uitmaken van de PL, zij daarom dan het regeringsakkoord niet hebben ondertekenen of niet zullen ondertekenen. Wij van TBN Prime Alert hebben na de ondertekening toch wel een vraaggesprek gehad met de heer Raymond Sapoen en vroegen aan hem om dit even toch te verduidelijken aan die gemeenschap wat dat betekent, dat zij wel deel uitmaken van de regering, maar geen regeringsakkoord hebben getekend. Heer Sapoen, ja. Vandaag heeft de regeringsakkoord ondertekening plaats gehad. We zien dat de vernieuwingsbeweging het akkoord niet heeft getekend. Kunt u dat even duidelijker maken aan die gemeenschap? Nou, het is heel duidelijk. Ik denk dat de gemeenschap weet dat wat betreft de hervormings- en vernieuwingsbeweging binnen PL onder mijn leiding, we genoegzame input hebben gegeven. We hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het akkoord. Dus hetgeen betekent dat wij ons helemaal daarin inhoudelijk kunnen conformeren. Maar voor wat betreft de formele kant van de zaak, de mede-ondertekening, is het natuurlijk zo dat je op dit moment in politici rekening houdt met een aantal factoren. Eén is natuurlijk de formeel juridische status van de beweging. We zijn weliswaar een steeds groter wordende stroming binnen PL, maar we kunnen natuurlijk de Percheir Lohoer, de PL, niet committeren aan het regeerakkoord. Uit egaars voor de status van het regeerakkoord in de eerste plaats, maar vooral ook uit egaars voor de president. Vandaar dus dat wij heel flexibel hebben meegedaan aan de totstandkoming. En waar we ook hebben gezegd, wat betreft de officiële ondertekening,
belangrijk is dus dat die intrinsieke beleving, intrinsieke committering aan de inhoud voor ons heilig is. Ja. Maar is het werkelijk zo dat jullie het ministerie van Binnenlandse Zaken kregen? Ja, dus door de president is het beroep op ons gedaan om een voordracht te doen ten aanzien van de invulling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben dat in behandeling genomen, we hebben daarover nagedacht en we hebben dan ook op basis van de beschikbare kaders die er zijn een voordracht gedaan. Ja. En wie heeft u op het oog als minister? De naam is doorgegeven en ik begrijp dus dat het al geruime tijd in de pers circuleert. Het gaat om de persoon van de heer Noor Salim Maik. Maar ik denk dus dat de president het laatste woord hierover heeft. Ja, waarom heeft u zichzelf niet kandidaat gesteld als minister? Nou, ik denk dus dat het werk als parlementariër heel veelomvattend en veel tijd met zich gaat meebrengen om het ministersambt te ambiëren. Ik ben de afgelopen twee regeertermijnen minister geweest en ik ben als parlementariër gekozen. En dus voor deze periode kies ik ervoor om het parlementariërschap zo goed mogelijk in te vullen. Ja, we hebben begrepen dat er gisteren een schrimage is geweest tegen tussen de heer Bronto Somoharjo en de heer Ralim bij de herdenking van 125 jaar Javaanse immigratie. Wat vindt u dat het nu toch wel zulke vormen begint aan te nemen? Ja, het is heel erg natuurlijk. We kwamen van Ikeri en toen hebben we dit bericht gehad, 's middags op Marienburg, waar er activiteiten gaande waren. En waarbij een van onze exponenten, ex-DNA-kandidaat Noor Salim, is aangevallen, is aangerand, lijfelijk door de heer Bronto, de zoon van Somoharjo. En op het eerste gezicht ben je altijd geneigd te zeggen, hè? Ja, je kent het spreekwoord, zo de vader, zo de zoon. En we zeggen dat niet zomaar, omdat wij de attitude van de heer Bronto kennen, van de heer Somoharjo ook. En je zou bijna willen zeggen, wanneer je dus, of wanneer zij nog met deze methode de politieke strijd aangaan, dan mag je er verzekerd van zijn dat de mensen zijn blijven steken in het stenen tijdperk. Hè. Zo ga je niet met elkaar om. Een politiek dispuut ga je op een democratische, op een moderne wijze met elkaar uitvechten. Maar niet zo banaal. Maar dat wat ik zei, er is natuurlijk een oorzaak. Ik ben geen psychiater, maar wat wij uit ervaring meemaken, dat is ook gebeurd in de afgelopen maand, denk ik, waarbij op een PL-vergadering der Bronte ook verbaal. Het kwam nog net niet op een handgemeen. Een kaderlid de zaal probeerde uit te jagen, maar dat is de attitude. En ik denk dus dat het zichzelf gaat afstraffen. Dus we hebben wel aangifte gedaan. En het recht zal zijn beloop krijgen. Maar nogmaals, we leven niet meer in het tijdperk waar je politieke disputen met knotsen en knuppels gaat beslechten. We leven in een heel andere tijd en sommige mensen willen gewoon niet daaraan werken. Maar als zaken deze vormen beginnen aan te nemen, ziet u dat zaken nog goed komen tussen vernieuwingsbeweging en Pertjeluhoer? Dat lijkt heel moeilijk hoor. Elke dag prediken over vrede en harmonie en verzoening en rust, terwijl je aan de andere kant juist meer merkt dat er weer olie op het vuur wordt gegooid. En het is zelf onaard tot een banaal hand te nemen. Dat is erg. De heer Somoharjo zei, heeft onlangs een structurenvergadering gehouden en dat de achterban toch wel massaal achter hun staat. En dat de achterban aangeeft van het is schandelijk wat u en de heer Chiten hebben gedaan. Nou, dus u kent de strategie van de heer Somoharjo. Elke keer wanneer er meetings worden gehouden, houden de normale consultaties, dan gaat men af op de numerieke aanwezigheid. Zijn er 10 kernen, zijn er 2 RR's, zijn er 20 DR's, wij waren niet daarmee bezig. We gaan ervoor om het werkelijk verhaal aan de mensen uit te leggen. Omdat aan de andere kant we ook zien, we merken, dat is die informatie die wij ook krijgen, dat de RR's en DR's gewoon banaal worden bedreigd. Als je die vergadering gaat bezoeken van Sapoen, dan word je teruggeroepen. En de mensen, ja, je kunt de mensen soms niet kwalijk nemen, zijn daardoor bevreesd. En dat is dus die angstcultuur waarover vanaf het begin spraken bij de PL. De mensen worden bevreesd, zelfs zover dat gewone kandidaten, niet eens gekozen mensen, maar kandidaat RR en DR's, met deze intimidatie of bedreiging, je wordt teruggeroepen, zo bang zijn dat ze niet eens de vergadering willen bezoeken. Maar we maken ons niet druk over numerieke aanwezigheid of afwezigheid. Belangrijk is dat de mensen die juiste informatie krijgen.
krijgen. En vooral niet bedreigd of geïntimideerd worden en uit vrije wil de keuze maken voor vernieuwing en hervorming. Duidelijk, heer Sapoen, dank u wel. Dank je wel, graag gedaan. De zoon van de heer Paul Somoharjo, en dat is dan Bronto Somoharjo en Enrique Ralim van de vernieuwingsbeweging. Die zijn gisteren bij de herdenking van 125 jaar Javaanse immigratie te Marienburg op de vuist gegaan. Dat in aanwezigheid van alle mensen die daar waren in verband met de feestelijkheden. En wij van TBN Prime Alert hadden vandaag een vraaggesprek met Enrique Ralim om hem te vragen wat zich precies allemaal gisteren heeft afgespeeld. Ja, heer Ralim, we begrijpen dat u gisteren fysiek bent aangevallen door de heer Bronto Somoharjo. Dat klopt helemaal. Het was bij de activiteit van de PL zelf op Marienburg tijdens de viering van herdenking 125 jaar Javaanse immigratie. Zij noemen het de Day of Bonjour. En ik was daar aanwezig als burger van het land en ook als burger die zelfs ook daar is opgegroeid op Marienburg. En ik dacht van, het is een openbare aangelegenheid. En ik heb toen met mijn vrienden gezegd van, wat gaan we doen? Ze zei van, ja, laten we gaan. En voor hun stond er nog iemand bij de poort. En ik vroeg nog, hey, mag ik binnenkomen op een grappende wijze, toch? Mag ik binnen naar binnen rijden? Want vaak genoeg wist ik wel dat je niet met je auto naar binnen mag rijden. En hij zei van, ja, if you want, mag rijden. En ik zei, oké, okay, is goed. Ik ben zo gezegd, zo gedaan. Ik heb geparkeerd. En dat was dan later gebeurd, dat hij me heeft aangevallen. Ja, heeft er iets vooraf tussen jullie afgespeeld dat hij lijfelijk is geweest? Nee, absoluut. Helemaal niet. Want ik stond nog daar aan een kant. En, is hij naar u toe gelopen? Ja, dus ik ga nu even het hele verhaal vertellen hoe het is gebeurd. Ik stond daar aan een kant en er kwam toen de delegatie, dus de partijtoppers van PL onder voorzitterschap van Paul Somoharjo. Hij en zelf DNL Bink. En ze liepen met de hele tamtam op. Doen. En ik stond aan de kant en een van die vrienden van me zei nog van, Erike, gaan we dat van hier? Ik zei, nee, heb even respect, want die mensen gaan even langs, toch? Laat me ook dit even meemaken hoe ze die kranslegging gaan doen. Dus even oké, zo gezegd, zo gedaan. Nadat alles was men nog bezig met de kranslegging, ik stond daar. Toen kwam ex-minister Wolf, hij is van PL, toch? En hij kwam naar me toe en hij sprak nog met mij van hoe gaat het met je? Ik zei, dat gaat heel goed hoor, heel prima. Ik ben heel blij je te zien. En dan spraken we nog over het een en ander. Echt iets, alles buiten politiek, maar echt over het dagelijks ding. En toen werd ik geconfronteerd door de heer Bronto Somoharjo. De stoet ging langs, ze waren klaar. En kwam Bronto Somoharjo naar me toe. En hij zei in het Surinaams van, Samsa, je virus er begifu kondoroja. Dus als het ware, ik wil mezelf bewijzen dat ik groot ben, dat ik daar aanwezig ben, toch? En ik heb hem van repliek gediend van, wat bedoel je daarmee? Voor zover ik weet is het een openbare aangelegenheid. Ik mag toch hier aanwezig zijn als burger van Marienburg. Ik ben hier opgegroeid, hier geboren. En als dat niet genoeg is, nadat ik dat heb gezegd, heeft hij mij met die twee vuisten op mijn borst geslagen. En ja, natuurlijk, je voelt het wel even. Maar dan waren de jongens in de bressen gegaan, de hele gemeenschap heeft dat gezien. Zelfs de DNA-lid Ingrid Kartabing heeft dat gezien. En ze heeft het toegejuicht, want ze heeft gelachen, toch? Ze keek naar mij en ze heeft gelachen, toch? En dat vind ik jammer. Jij bent als DNA-lid volksvertegenwoordiger van Komwijnen. Ik ben burger van Komwijnen. Ik zou op dat moment als volksvertegenwoordiger naar je toe lopen en vragen of alles oké is. Ongeacht of we nou een meningsverschil hebben qua politiek inzichten en dergelijke, wat je ook wil zeggen. Maar als volksvertegenwoordiger, dan zeg ik van, dan ben je laag, ja. Toch? Dan weet je niet hoe het hoort. Sorry dat ik het moet zeggen, dan weet je gewoon echt niet hoe het hoort. Maar iedereen stond daar en ze zaten naar me te kijken en ze hebben gelachen. Heb je daarna aangifte gedaan? Natuurlijk. Ik ga het niet bond en blauw zo laten. Wat mij ook de aanleiding heeft gegeven om aangifte te doen, is dat die broertje zelf van de heer Paul Somoharjo zelfs een grootspraak aan mij heeft gedaan. Want hij kwam ook daartussen en ik zei hem nog van, Fawaka, mag ik dan niet hier komen? Is het niet mijn recht als burger om hier aanwezig te zijn? Hij zei van, ja, Luko. En toen zei ik van, als ik vervelend wil doen, ga ik nu aangifte doen en ik ga die jongen opsluiten. En weet je wat hij me zei? If you want, I can go straight down, boy. Mitaki, you mag go straight down, boy. Go do aangifte. Okay. En heeft hij een scheldwoord tegen me gebruikt. Ja, ik zal het niet via de media zeggen, want het is niet netjes. Hij heeft een scheldwoord tegen me gebruikt. En dat heeft me boos gemaakt. En ik ben toen weggegaan. Ik ben aangifte gaan doen bij de politie van Marienburg. En
Ik heb nu begrepen dat de zaak wordt voorgeleid en dat het een kwestie van tijd is dat die man wordt opgepakt. Maar het wordt wel een strafzaak? Natuurlijk, ik heb geëist van dat hij gewoon achter de tralies moet. Want je mag niet aan mijn lichaam gaan. Mijn moeder, mijn vader, niemand gaat aan mijn lichaam. Niemand heeft me ooit een klap gegeven. Niemand heeft me gebakst. Wie ben jij als buitenstaander? Ja, als je jezelf niet kan beheersen, toch? Dan weten we al hoe ver het is met deze soort figuren. Met deze soort mensen in het land. Want zij kunnen hun EQ helemaal niet gebruiken. Duidelijk, heer Alim. Dank u wel voor dit moment. Ja, dank u wel. Dames en heren. We zijn nu op het moment hier op het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, het hoofdkantoor. Waar u ziet dat mevrouw Dubois van de Debisa High School haar formulieren van de studenten die hebben gekozen voor een VOS-school inlevert op het hoofdkantoor, althans bij de commissie onder leiding van mevrouw Muriel Hoepel. En uiteindelijk wat u nu ziet gebeuren bij de tafel is dat er kritisch wordt nagegaan of op alle formulieren de gegevens goed zijn ingevuld, waarna uiteindelijk de commissie verzamelt, dit alles zal verzamelen met alle andere formulieren om zodoende kinderen een plaats te bieden op de VOS-scholen. Het ligt in de bedoeling dat met deze centrale inschrijving dat kinderen worden geplaatst bij de dichtstbijzijnde woonadres, de school die is bij hun woonadres, en waarbij uiteindelijk de centrale commissie dan de kinderen toewijst naar de school die in hun woonomgeving is. De vraag die we beantwoorden naar de samenleving, waarom dit? Omdat wij streven naar uiteindelijk het stukje decentralisatie. Decentralisatie houdt in dat scholen in alle woongebieden die zijn geplaatst voor scholen adequaat bemand worden met leerlingen. Ten tweede, dat we zorg dragen dat uiteindelijk alles wat te maken heeft met busverbinding makkelijker gaat verlopen. We weten dat wanneer een school dicht bij de woonomgeving is van een bepaalde student, dat je uiteindelijk ook kostenbesparend werkt met betrekking tot het busvervoer die we inzetten. Ten derde zal het zorg dragen dat we uiteindelijk als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen streven dat alle pakketten die wij kennen voor HAVO-VWO, voor de HAVO kennen wij P1, P2, de R-pakketten, voor het VWO kennen wij de PQ, R en S-pakketten, dat al deze scholen alle pakketten kunnen aanbieden, waardoor uiteindelijk leerlingen geplaatst kunnen worden afhankelijk voor het pakket waarvoor zij zijn geslaagd. Ten vierde zal het ook zorg dragen dat uiteindelijk de school een reflectie zal zijn van de samenleving. En waarom zeg ik een reflectie? Een reflectie waarbij in deze multiculturele samenleving het in stand houden van culturele waarden en normen een zeer belangrijke rol zal spelen op alle scholen. Ten vijfde zal het teweeg brengen dat we uiteindelijk zullen streven dat de kwaliteitsbewaking voor alle VOS-scholen hetzelfde zal zijn. En waarom zeg ik dat? Omdat uiteindelijk wanneer u pakketten aanbiedt, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zorg zal moeten dragen dat zo'n school bewand is met bevoegde en bekwame docenten. Tevens zal het punt nummer 6 teweeg brengen dat docenten die wonen in de woonomgeving van een bepaalde school, we denken bijvoorbeeld nu aan VOS MAHO, waarbij we een HAVO-VWO afdeling hebben, wij denken aan Tamarillo, die uiteindelijk een HAVO-VWO afdeling heeft. We denken aan Gitaarstraat, die een HAVO-VWO afdeling heeft. Dat ook deze scholen bemand zullen worden door leerkrachten die in hetzelfde woongebied wonen. Dat zal ook teweeg brengen, dames en heren, dat uiteindelijk het voor het ministerie kostenbesparend zal werken en ook voor leerkrachten.
Punt nummer 7. Het zal verder ook teweeg brengen dat we uiteindelijk kunnen gaan kijken wat de slagingspercentages van de bepaalde scholen zijn. Want vroeger was het zo dat wanneer een bepaalde VOS-school alleen met S-leerlingen bemand was, het slagingspercentage verschilde van een andere VOS-school waarbij, waarbij misschien de leerlingen alleen Q-leerlingen waren. Wanneer wij een duidelijk beeld hebben van de variatie van het aantal studiepakketten op zo'n school, kan het ministerie dan duidelijk een lat stellen, een norm vastleggen, om te kijken hoe wij uiteindelijk werken aan de kwaliteitsverhoging op die scholen. Laat me dit aan de ouders vertellen. Het is een nieuwe manier waarbij wij uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen namens het ministerie dat ieder kind een plek verdient. Het is niet goed te keuren dat wanneer wij uiteindelijk een kind hebben die slechts 6 kilometer van de school woont, dat wij dat kind geen plaats kunnen aanbieden omdat het toevallig bezet is door een kind misschien die afkomstig is uit Saramaka. Wij proberen te bewerkstelligen dat de decentralisatiegedachte van de regering Bouterse Amerali, want dat is het tot nu toe, totdat het na 12 augustus wordt Bouterse Adin, dat uiteindelijk het decentralisatiegedachte tot uiting komt. Ik wil aan alle ouders mededelen om hun hoofdje koel te houden, maar dat er deskundigen zijn binnen het ministerie die zorg zullen dragen dat ieder kind op een adequate manier, rationele manier, objectieve manier en eerlijke manier een plaats vindt op een school dicht bij het woonadres. De commissie gaat uit van het uittreksel van CBB, het woonadres dat daarop staat geregistreerd. En waarom? Omdat dat het adres is die de burgerlijke stand aangeeft. En dat is het adres die wij als leidraad en richtsnoer gebruiken voor het plaatsen van leerlingen. Ik wil aan alle ouders zeggen, alvast bedankt voor de medewerking verleend aan al die Mulo scholen waarbij de formulieren zijn ingeleverd en het nu hier ligt bij het ministerie van Onderwijs hoofdkantoor om zorg te dragen dat uiteindelijk al deze leden die we hier zien van de commissie zorg zullen dragen dat de kinderen een plek vinden. Ik dank u. Dank u wel. Een politievoertuig van resort Geersvliet is zondagmiddag betrokken geweest bij een aanrijding op de kruising van de Wilhelminastraat en de David-Simonstraat. De vermoedelijke veroorzaker verleende geen voorrang aan het verkeer van de Wilhelminastraat en daardoor is de botsing met de pro-wagen ontstaan. Daardoor botste de pro-wagen tegen een betonnen paal en kwam tot stilstand. Niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd. De politie van het resort Centrum heeft de zaak in verder onderzoek. En bij een aanrijding tussen twee voertuigen zijn zondagochtend 3 personen gewond geraakt. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Pandit Paltantewariweg en de Tjonakietweg. Een van de voertuigen sloeg over de kop door de botsing. De 3 gewonden zijn met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie van de Nieuwe Grond heeft deze zaak in onderzoek gebracht.